Hallo allemaal, hartelijk welkom. Alweer een video. In dit geval is het een video in het kader van laser graveren en CNC-routen, CNC-frezen. Beide machines namelijk kunnen gestuurd worden door een stukje software genaamd Lightburn. Lightburn, ik heb er nog geen Nederlandstalige uitleg van gezien. Er zijn heel veel video's over uitleg en er is ook een hele goede documentatie van Lightburn zelf. Alhoewel daar niet alles in staat. En ik ga dus een poging doen om Lightburn aan u voor te stellen en uit te leggen. Let op, ik ben ook relatief nieuw met Lightburn. Dat betekent dat ik niet elke functie ken. Er zullen dus functies zijn waarbij ik simpelweg tegen je zal zeggen van ja joh, ik weet eigenlijk ook niet. Maar mijn doelstelling is tot aan het eind van de serie, en ik weet niet hoe lang de serie gaat zijn. 4 video's, 10 video's, dat zou kunnen, weet ik niet. Maar zou je eigenlijk basic met Lightburn aan de gang moeten kunnen? Kijk, en al die lastigere functies die ik niet ken, zijn dus ook functies die ik tot nu toe nog niet gebruikt heb. En ik zeg niet dat dat betekent dat u ze ook niet zult gebruiken. Of dat jij ze niet zult gebruiken. Maar ja, als ik ze al niet gebruik, is de kans natuurlijk goed aanwezig dat u ze ook niet gebruikt. Nee? Nogmaals, er is genoeg documentatie over. Dus op het moment dat je dat toch wilt weten, dan kan je dat altijd nazoeken en altijd navragen. Ik ben een beginner daarin, dus ik ben ook niet de meest ervarende, maar ik ben wel erg IT-vast en computervast en daarnaast ook wel softwarevast. En vandaar dat ik het aandurf om deze videoserie te starten met u. Wij gaan beginnen met de eerste video uit die serie. En in die video gaan we om te beginnen laten zien waar kunnen we het programma downloaden. Nou, het installeren, dat hoeven we niet te laten zien. Dat is het installeren van elk ander programma op een computer. Maar wel wat er dan gebeurt. Als je het geïnstalleerd hebt en je opent het, wat krijg je dan te zien? En dat soort zaken meer. Nou, dat gaat de eerste video van vandaag zijn. Daarnaast gaan we het bestandsmenu doornemen. En dan is deze eerste video wel gevuld. Ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Je gaat mij nu niet meer zien. Ik ga namelijk de video vanaf de PC natuurlijk. En daar gaan we natuurlijk kijken naar dat programma Lightburn. We gaan beginnen. Lightburn, lieve mensen. Lightburn is geen gratis software. Laat me dat gelijk vertellen. Je hebt een proefperiode die je kunt krijgen. En dat zien we dan ook bovenin. Hier die download trial die je daar in het midden ziet staan. En die proefperiode die is een maand. En ik wil iedereen adviseren die een laser heeft die ondersteund wordt door Lightburn. Om dat ook absoluut te gaan doen. Want andere programma's die vaak meegeleverd worden, zoals bijvoorbeeld Gerbil, GRBL, zijn toch een stuk minder intuïtief als dat Lightburn is. Of je nou wil weten van of jouw laser ondersteund wordt, dan ga je naar de online store. Die zit hierboven. Zie je hem staan, daarboven. Je gaat naar de online store. En kijk naar which software do I need. En als ik dat aanklik, dan krijg ik hier bijvoorbeeld bij de G-code, bij de G-code controllers, dat zijn eigenlijk de kleinere lasers, zoals ik zelf de Ortur heb, dan zie je hier ook al die modellen bij staan. De Elex-maker, de Ortur, de Atomstack, Two Trees, NJ Master, Fox Alien, X-Carve. Nou, snap je? Dus daar staat vermeld welke ondersteund worden. Als je bijvoorbeeld een DSP-controller, maar dan heb je dus een ander moederbord. En dit is eigenlijk veel meer voor de wat grotere lasers, de CO2's en dat soort dingen meer. Ook daar wordt genoemd Rueda, Trocan, Top Wisdom. Zie je dat? Dus daar wordt wel degelijk ook een beetje uitleg gegeven over welke apparatuur er nu eigenlijk gebruikt wordt. Op het moment dat je na een maand proberen van Lightburn. En ik zou het echt proberen. En ik zou ook echt proberen me erin te verdiepen die maand. Want dan ga je, kijk, je kan een trial doen. En er vervolgens niks echt wezenlijks mee doen. Dan heb je na die maand het gevoel van, ja, wat doe ik er niet mee? Nee, dat klopt. Omdat je er niet mee bezig geweest bent. Maar als je ermee bezig geweest bent, dan zul je merken dat het een heel fijn programma is om mee te werken. En vandaar dat ik het adviseer om daarmee aan de gang te gaan. Als je het wilt gaan aanschaffen, dan klik je wederom op die online store waar we net ook al waren. En dan klik je op buy
by Lightburn. En dan zien we ook de huidige prijzen staan. De kleinere lezers, zoals ik die dus heb bijvoorbeeld, dat is de Lightburn Software G-Code License Key. En je ziet dat die €53,95 kost. Ja, dat is een boel geld, ik weet het. Het programma biedt echter ook een heleboel, dat moet ik er ook gelijk bij zeggen. Er zit ook een nadeel aan, dat moet ik ook gelijk zeggen. Alleen is het een nadeel of niet, dat zal blijken in de toekomst. Je koopt die licentie voor een jaar. Ja. Dat wil niet zeggen dat je hem na een jaar niet kunt blijven gebruiken. Jawel hoor, je kunt hem blijven gebruiken. Dat is geen enkel thema. Echter, als er na een jaar een update komt, zul je die update niet kunnen uitvoeren. Dus de updates zijn geldig in het eerste jaar. Je kunt het programma blijven gebruiken, dus zolang het goed werkt, werd het goed. Op het moment echter dat je dan wil updaten over een jaar, na een jaar, dan zul je een renewal abonnement moeten kopen. En dat renewal abonnement staat dat toevallig ook hier. Nee, dat staat hier niet. Maar hier staat die wel bij die online store. Renew your license. En dan kost dat €27,95. Zoals je het ziet. En dan heb je hem weer voor een jaar. Kun je weer een jaar lang de updates ook doen. En na een jaar, nou goed. Ik heb het nu ruim anderhalve maand in gebruik. Er is nog geen update geweest. Dus dat betekent op zich moet je je daar ook niet al te druk over maken. Even terug naar die bij Lightburn. We zien namelijk ook die DSP-licentie. Die is twee keer zo duur. Of als je zeg maar de eerste licentie hebt, de G-code-licentie, maar je koopt een duurder apparaat, een beter apparaat, en die moet gaan werken met die DSP-licentie, nou, dan betaal je gewoon €53,95 bij, zeg maar. En dan heb je nog een bridge kit. En die is om... En je ziet eigenlijk al aan het icoontje, als je dat goed ziet, pas al ingezoomd. Maar dit plaatje is van een Raspberry Pi. En daarmee kan je je laser draadloos maken. Ja, ik persoonlijk vind dat niet zo interessant, want je zult toch ook je werkstuk moeten uitrichten op je werkblad en dat soort dingen meer. En ja, goed, op dat moment hoef ik niet zo nodig draadloos meer te zijn. En nou goed, maar dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk, daar ben ik gelijk duidelijk in. Als je het gedownload hebt, moet je het natuurlijk gaan installeren, dat mogen ook duidelijk zijn. En als je het dan hebt geïnstalleerd en je start het op, dan gebeurt er nou net niet dit wat je hier nu ziet. Want de eerste keer dat je dat doet, krijg je namelijk een venster te zien. En dat gaat eruit zien als volgt ongeveer. Dan moet ik even kijken. Vind mijn laser. Uw apparaat is niet eens aangesloten, je kiest dan volgende. Dus met andere woorden, je wordt in een soort van een wizard geplaatst, die zeg maar op zoek gaat naar je apparaat. En als hij het apparaat kan vinden, dan wordt het ook keurig hier straks weergegeven, zoals hier die Arthur Laser Master. Het kan ook zijn dat je hem handmatig moet aanmaken. Dat hangt een beetje van die laser af. Zie je dat? Dan moet je gaan kiezen welke software, welke besturing. Nou, bijvoorbeeld bij een Arthur wordt aangesloten door Gerbel, dus GRBL. Ja, en dan kies je dus voor Gerbel. En wat je dan moet gaan ingeven, of hij heeft het al herkend aan de laser, is bijvoorbeeld de mate van je werkterrein. Mijn Arthur is 40 bij 43 centimeter, dacht ik, zoiets is het. Goed, en als dat dan toegevoegd is, dan is dat ook akkoord. Dan zal die zodra als jij die laser aanzet en je doet die laser met de USB-kabel verbinden met je computer, en je zet de laser aan, dan zal hij dat herkennen en dan zal hij hier rechts onderin, in dit venstertje, wat ook bovenin kan staan, want je kunt venstertjes slepen natuurlijk. Dit is het venstertje genaamd laser, je ziet dat midden onder staan. Daar zul je bij apparaten de COM-poort zien waarop het apparaat aangesloten is. Nou, in dit geval is het apparaat niet aangesloten, dus hij staat wel op COM6, maar het apparaat is helemaal niet aangesloten. En aan de rechterkant welk apparaat het dan is. En dat is in dit geval de Arthur Laser Master 2 15 watts versie. En stel dat je nou meerdere apparaten zou hebben. Dan kan je op dat drop-down menuutje ernaast klikken. Waar nu dus alleen maar die Arthur Laser Master staat. Maar dan zou hier dus ook bijvoorbeeld een CNC router kunnen staan. Bijvoorbeeld de 3018 of zo, zoals ik die heb. Alleen die heb ik nog niet in Lightburn gekoppeld. Omdat ik die heel weinig gebruik. En vooralsnog ook kan gebruiken met een ander programma wat ik daar weer heel prettig voor vind. Maar dat is alleen maar een verzendprogramma. En dat heet UGS.
Dat is de Universal G-Code Sender. Maar dat is niet het programma waar ik de dingen mee kan die ik in Lightburn kan. Want in Lightburn kan ik scheppend werken. Nou goed, als je je laser hebt toegevoegd, hè, dus in die wizard die gekomen is in het begin, dan krijg je ook gelijk hier precies de grootte van jouw laserwerkblad te zien. En dan zie je inderdaad 40 centimeter in de breedte. En wat is het? Even kijken. Ja, 4,30 in de hoogte. Ja, ja. Dus, en dat is prettig natuurlijk om te weten, want daarmee kun je dus altijd, zeg maar, dit refereren aan het werkblad van je laser. Wat ik zelf gedaan heb bijvoorbeeld, maar dat is een voorbeeld, en dat heeft niet zoveel met Lightburn te maken. Dat is dat ik dit rasternetwerk wat we hier zien met die lijntjes, dit is elk rastertje heeft, is een centimeter bij een centimeter, vierkant centimeter. Ik heb dat in lijntjes op een MDF-plaat gelezen. Zodat zeg maar eigenlijk de MDF-plaat daaronder ook een soort van guide is. Net als dit is, zeg maar. Het werkt niet helemaal precies hetzelfde. Maar het is wel heel erg handig. Want daardoor heb je horizontale lijnen, verticale lijnen. En is het heel erg gemakkelijk om een object uit te richten op je laser. Goed. We zien een heleboel dingen hier in Lightburn. We zien natuurlijk de standaard menus hierboven. Waar we ook mee gaan beginnen vandaag. We beginnen gewoon met het bestand. Dan de knoppen. De knoppenbalk. Daaronder nog een soort van balk met allerlei interessante gegevens waarvan we ook het nodige gaan gebruiken. Onderin, als het goed is en als het nog niet aanstaat, dan zal ik je straks laten zien waar je dat aan kunt zetten, al die kleurtjes. En die kleurtjes zijn verschrikkelijk belangrijk. Kijk, het kan namelijk zijn dat je iets ontwerpt waarvan het ene stukje op methode A gelezen moet worden, het tweede stukje op methode B en het derde stukje op methode C. Door nu alle drie die stukjes een eigen kleurcode mee te geven, kan je elke kleurcode, die komen straks namelijk hier te staan, in dit venstertje van snijden en lagen, rechtsboven, kan je elk kleurtje ook zijn eigen settings meegeven. En kan je dus in één laseractie wel 20 verschillende settings meegeven en het apparaat zal het laseren. En dat is natuurlijk het mooie daarvan. Nou, het aanzetten van al die balken, want we hebben hier ook nog knoppen. En we hebben hier dan al die venstertjes, hè, snijden, lagen, verplaatsen, bedieningspaneel, objecteigenschappen, kunstbibliotheek met allerlei dingen die je daarin kunt zetten, in dit geval allemaal dieren, je laser, hè, dus hier doe je eigenlijk die laser vandaan starten als je hem gaat gebruiken, en je bibliotheek. Nou, je bibliotheek is bijvoorbeeld iets dat je settings kunt opslaan per materiaalsoort. Hè, stel je hebt een bepaalde soort hout gekocht. En je hebt de setting gevonden waarmee dat lekker te lezen valt. Nou, dan is het handig om dat in je materialenbibliotheek op te nemen. Want dan is het de volgende keer, als je dat twee weken later gaat gebruiken, hoe was het ook alweer? En hoe was het ook alweer met die settings? Nou, dat is geen probleem, want dat staat in je materialenbibliotheek. Ja? Nou, al die venstertjes en al die dingen kun je aanzetten via venster. En dan hieronder die dingen met al die vinkjes ervoor. Nou, Dat wireframe, dat is zeg maar dat zijn die vakjes die je daar ziet. Ik heb daar al eens een beetje mee heen en weer gespeeld. Maar eigenlijk zie ik daar niet zo heel veel verschil in of ik de ene of de andere stijl kies. Dat zie ik niet zo veel verschil in. Maar die kunstbibliotheek, dat zagen we net. We zagen net dat venstertje waarin ik die dieren liet zien. Rangschikken lang, modificatoren. Nou, hier kun je dus allerlei dingen aan- en uitzetten. En je zult zien dat er een heleboel dingen zijn die je niet gebruikt. Een heleboel dingen die je wel gebruikt. En ik heb ook gemerkt, dat hangt een beetje van je computer af. Want de laptop die bij mij aan de laser hangt. Die kan maar in een bepaalde beeldschermresolutie gebruikt worden. En daarbij is het dan heel erg vervelend. Dat zeg maar sommige vensters gewoon niet passen en dat soort dingen meer. Maar dat is niet zo erg. Want ik doe namelijk mijn ontwerp op deze laptop die ik hier nu gebruik. En daar past het allemaal wel op. Kijk, en op die andere laptop heb ik dus al die ontwerpvensters eigenlijk niet nodig. Het enige wat ik nodig heb is het venster waar ik de snijlagen kan zien, waar ik de laser kan starten en dat soort dingen. Nou, we zien hier dus al die dingetjes staan. Aangevinkt zijn dus de venstertjes en de werkbalken die zichtbaar zijn. Niet aangevinkt zijn degenen die niet zichtbaar zijn. Nou, even een voorbeeldje nemen. Volgens mij is het die snijden lagen, niet het snijpalet volgens mij. Als ik het snijpalet uitzet, dan denk ik dat die kleuren weg zijn hieronder. Zal ik eens even proberen. Weet niet eens of dat zo is, maar ik denk dat dat zo is. Ja, zie je dat? Is dat palet hier onderweg, die kleuren zijn weg. Nou, die wil je dus hebben. Ja? Met andere woorden, altijd dat soort dingen aanzetten. Nou, daar kun je een beetje mee spelen, zodat je een beetje
kan zien wat ik nu aanzet en wat ik niet aanzet. Nou, we hebben het natuurlijk nog niet echt over de werking gehad en over de instellingen van het programma Lightburn. Daar komen we ook pas morgen of morgen bij de volgende keer dat we een video maken aan toe. Ik zeg morgen, maar dat hoeft niet per se morgen te zijn. Namelijk, want dan ga ik naar de instellingen. Instellingen en machine-instellingen en instellingen-apparaat. Nou, dat ga ik nu niet doen. We gaan nu beginnen met bestand. Dat is degene waar we onze eerste videoles mee volmaken. Nou, het eerste is nieuw. Stel, je hebt iets op je werkvlak staan. Laat maar even gaan doen. Ik doe even een cirkeltje tekenen op mijn werkvlak. Hoppakee, cirkel. Even dat die sneller. Ik zie dat die zwart is. Dat betekent dat die op die zwarte knop hier staat. Als ik hem op blauw zet, moet ik hem eerst even selecteren. Wacht even, even selecteren. En nu zet ik hem op blauw. Oh, dan heeft hij ook een andere kleur. En hoe komt dat? Omdat hier achter staat vullen. Als ik alleen lijn zeg, dan is alleen een lijn blauw. Zie je dat? Dus je kan daarmee spelen. Maar daar komen we later op terug. Stel ik heb hier dat object. Ja. Ik ga naar bestand en ik wil eigenlijk een nieuw werkblad, want dat cirkel vind ik maar niks. Die cirkel is niet goed. Ja, dus wat doe ik? Ik klik op nieuw. En hij vraagt aan mij, uw project is aangepast, weet opslaan. Nee, dat wil ik niet, want dat is niks. En voilà, ik heb een leeg werkblad. Dus dat is de functie nieuw. Ja. Dan gaan we naar recente projecten. Nou, dat zijn de zaken die je de laatste tijd gemaakt hebt. Even kijken wat ik daarbij heb staan. En dan zien we hier een heleboel dingen. Je ziet wat op de ijsschijf in Lightburn. Dat is mijn NAS-server. Ik gebruik namelijk een beetje slim zijn soms. Ik zei al, ik gebruik een laptop die apart uit de laser aangesloten is. En ik doe mijn ontwerp op deze laptop. Ik heb een NAS-server thuis, dus wat doe ik? Ik zet zeg maar datgene wat ik gecreëerd heb op mijn NAS-server. En vanaf die laptop die aan de laser gekoppeld zit, benader ik die NAS-server. En ik zeg van, joh, ik wil dat object printen, laseren. En vervolgens kan ik dat daarvan aan downloaden. Soms doe ik ook kopieën maken op mijn harde schijf. En dat is degene die op nummertje 7 staat, dat is die C. Dat is mijn documenten. En dat is dan een kopie die ook op mijn PC opgeslagen is. Oké, dus recent, ook heel simpel. Dat zijn de zaken waarmee je recent mee aan de gang bent geweest. Dan krijgen we openen en importeren. Nou, openen is simpelweg een project openen wat je gemaakt hebt. Nou, ga ik even doen. Ik ga kies voor openen. Hij begint gelijk ook weer in die Lightburn 1, zoals je ziet. Nou, dan ga ik eens even kijken. Wat zal ik eens doen? Mijn kleindochter. De coole kikker op canvas. Die open ik. En voilà, dit is de coole kikker op canvas. Dat is mijn kleindochter. En het leuke ervan is dat als je dat dus opent, zie je rechtsboven in de hoek ook gelijk met welke settings ik dat canvas gelezen heb. Snelheid van 6000, dat is de linker. En een vermogen van 60%. Nou, daar komen we allemaal op terug als we daaraan toekomen. Maar dat zijn dus de settings waarmee ik dit gedaan heb. En feitelijk zou ik dus nu in de bibliotheek bij canvas datzelfde moeten hebben genoteerd. Ik weet niet of ik dat gedaan heb. Ik ga even kijken. Ik ga hier even canvas zwart-wit van de Action. Geen dikte, want dat is niet interessant, want ik heb alleen maar een afbeelding erop gezet. Bewerk de snede. En zie hier, rechtsboven zie je dus de waarde waarmee ik het gemaakt heb, 6060. En je ziet in het midden hier ook 6060. Nou, dit venster komen we allemaal later op terug. Hè? Maar je ziet dat als je slim bent en je hebt een setting die werkt voor je, dat je dan in de materiaalbibliotheek ook gelijk opslaat hoe of wat. Dat is best wel een handige zaak. Dat was het openen. Het openen van een project. Overigens, het projecten worden opgeslagen in de bestandstype LRBN. Of LRBN2. En LRBN staat voor Lightburn. Ik zeg LRBN. Ik denk LBRN. Lightburn. Dat lijkt me logischer. Lightburn en Lightburn 2. Het verschil is geloof ik dat bij Lightburn 2 krijg je in de map waarin je hebt staan ook een preview pictogrammetje te zien van datgene wat je maakt. En bij de gewone LBRN bestanden ziet hij dat niet volgens mij. Maar goed, je kiest dus één van de twee soorten, LBRN 2 of LBRN. Het maakt in principe niet uit voor datgene wat je maakt. En dus maakt het niet uit welke je kiest. Dan krijgen we importeren. Stel ik wil iets importeren. Ik wil een afbeelding of zo importeren. Nou, ik heb geen idee of ik ergens iets heb, maar ik kies importeren. Ik zeg, nou, wat zal ik eens doen? Heb ik iets in mijn afbeeldingen staan misschien? Nou, ik denk het niet. Maar stel je wilt een afbeelding importeren.
He, dus ik kan het niet laten zien. Maar stel ik wil een afbeelding importeren. Dan importeer ik een afbeelding. En dan heb ik hier dus twee afbeeldingen in staan. Waar ik dan iets mee kan doen. Want ik zou best wel twee dingen hierop kunnen zetten. Een heel klein voorbeeld daarvan. Heel leuk. Ik kies er altijd voor om mijn initialen toe te voegen aan datgene wat ik lees. Tenminste, niet altijd, maar vaak. Die heb ik hier staan in die kunstbibliotheek. En die kan ik er dan gewoon inslepen. En ik zeg van, daar wil ik mijn initialen hebben zitten hierboven. Even op vullen zetten, dan krijgen we hem denk ik wat beter te zien. Nou, lekker niet, hij zit natuurlijk onderop. Het is altijd. Maar hij is er wel, want als ik hem verschuif, dan zie je hem, zie je dat? Dus hij is er wel. Nou, wat ik kan doen, ik kan hem even een andere kleur geven. Dat is misschien handiger. Dan pak ik hem even op blauw. Ik weet niet of het uitmaakt. En op vullen, want anders zie je alleen maar de buitenlijn. En dan zou ik hem in principe erop moeten kunnen zetten. Zie je dat? En dan heb ik dus simpelweg mijn initialen op de afbeelding meegelezen. Die wordt niet blauw hoor, dat is flauwkul. Dat is alleen die laag is toevallig blauw genoemd. En die instellingen daarvan, die zijn duidelijk anders. Zie je dat? Zou ik moeten wijzigen hoor. Maar zo werkt het. Dus importeren is iets naar binnen halen. Ook een hele belangrijke, zeker als je hier zakelijk mee bezig wilt gaan zijn en je wilt dingen gaan opslaan. Het is alleen iets, het vergt discipline van jou als gebruiker. Je hebt daar namelijk bij dat bestand ook een optie notities. En daar kan ik dus dingen intikken. Ja, ik kan dus zeg maar bijvoorbeeld hierin gaan zetten van ja, ik had het getest met 5000 bij 60 vermogen, maar dat was toch niet helemaal goed. Dus ik heb het veranderd naar 6000 bij 60. Snap je, je kunt dus notities maken en die notities, als je dit nou sluit en je opent het weer, ook als je het op een andere computer opent, krijg jij dus ook als je hier op die notities tonen, dus bestand notities tonen klikt, krijg je die notities te zien. Dus dat is mooi. Daar kan je dus mooi dingen in opslaan. Goed, de volgende paar, dat is redelijk duidelijk. Nou, niet helemaal. Eerst opslaan. Nou, opslaan wil zeggen dat jij iets opslaat en dat de computer bepaalt waar het geplaatst wordt en met welke naam. Punt, dat is opslaan. Ja? Heeft te maken bijvoorbeeld met de voorkeursmap die je meegeeft. Ja? Opslaan als, dan bepaal jij de naam en ook de map waarin het geplaatst wordt. Dat is het verschil tussen opslaan en opslaan als. Dus opslaan als biedt jou meer vrijheid bij opslaan. Hè, en je hebt een standaardmap ingesteld, dan staat die altijd bam in die standaardmap. En welke naam? Ja, geen idee. Nou, in dit geval makkelijk, hè? Coole kikker kan vast. Maar dat is verhaal. Je kan ook opslaan als G-code. Sommige machines kun je niet aansturen met Lightburn. Dus je kunt niet, zeg maar, Lightburn openen, de laser eraan hangen en dan, zeg maar, zeggen, begin maar. Ja? Wat dus wel bij die oortuur kan. Klein voorbeeld, ik heb beneden een QBO 2 staan. Die heb ik even te leen en ter testing, ter lering en de vermaak. Maar deze is niet aan te sturen via Lightburn. Deze is alleen aan te sturen via G-code bestanden. Nou, in dit geval kan ik dus zeg maar ditzelfde bestand als een G-code bestand opmaken. Het is eigenlijk een soort van tekstbestand met alle commando's erin die laser moet uitvoeren, zeg maar. En wat je dan doet is dat G-code bestand, ja, dat moet dan naar die laser toe. Oftewel in een USB-stick, oftewel zoals in het geval van die QBO met een eigen programma van de QBO, zeg maar. En dan kan je dat daar naartoe sturen. Dus opslaan en opslaan als, dan blijft het LBRN of LBRN 2. Opslaan G-code wordt het een tekstbestand met de G-code erin waarmee de laser kan werken. We hadden importeren, dan hebben we natuurlijk ook nog een exporteren. Dat is wel een aardige, want ik heb eigenlijk nog niet, want wat was exporteren? Even neuzen. Nou, eigenlijk, hij maakte een soort van fotobestand. Ja, dan maakt hij een soort van fotobestand. Ik kan de map kiezen waar ik het opsla en dan is het Illustrator Files. En dat is van Adobe Illustrator. Zie je dat? En waarschijnlijk zal u dat dan ook kunnen importeren. Ik neem aan dat u ook AI-bestanden kan importeren. Gaan we even kijken of dat zo is. Dus we gaan naar bestand importeren. En dan gaan we zien of die ook AI-bestanden kan importeren. En ja, inderdaad, want allemaal ondersteund. AI, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus er zit een heleboel meer hoor. SVG's, JPEG's, PNG's, bitmaps. Dus hij kan een heleboel importeren, maar AI dus ook. Dus hij kiest bij exporteren standaard voor AI. Ik weet niet of je dan ook nog kunt kiezen voor een ander type. Daar wil ik ook nog even naar kijken. Nou, mijn PC wordt een beetje traag. Even kijken. Exporteren. Illustrator files.
DXF-files, dat zijn ook AutoCAD-files en dat. En SVG-files, in dit geval zou SVG denk ik logischer zijn als AI. Maar goed, daar is Lightburn dan op ingesteld. Maar zo kan ik dus ook een afbeelding of iets wat ik maak in Lightburn. Want in Lightburn kan ik afbeeldingen bewerken, contrast en gamma en dat soort dingen meer. Kan het zijn dat ik zeg maar behoefte eraan heb om dat ook weer op te slaan. Nou, en dat doe je dan dus met exporteren. We gaan naar de volgende in het rijtje. Even kijken. Print black only, print keep colors. Nou, mooi voorbeeld. We zien aan de rechterkant zien we die foto staan die op die canvas gelezen is. Je ziet dat die trouwens in het negatief is, maar dat heeft te maken met het feit dat je die canvas eerst zwart schildert. En op het zwart moet je altijd in het negatief lezen. Ja. Dan zien we dat is een zwart-wit afbeelding. Prima, negatief weliswaar, maar het is een zwart-wit afbeelding. Terwijl rechts, die initialen van mij, die staan in blauw daar. Nou, op het moment dat ik zeg print black only, zal hij het printen met allebei de zaken in het zwart-wit. Ja, dus alles in het zwart, dus geen kleuren. Moet natuurlijk sowieso een kleurenprinter hebben, heb ik niet, maar dat maakt niet uit. Op het moment dat ik kleuren wil behouden, zal hij zeg maar die RC in blauw printen en de afbeelding in het zwart. Dus dat is eigenlijk het verschil. Nou, dat is net waar je voorkeuren zijn. En eigenlijk printen, daar is het programma eigenlijk ook niet voor. Maar ja, wie weet, misschien weet eerst iemand dan iemand laten zien, het zou kunnen. Dan verwerkte bitmap opslaan. Even kijken. Dat vind ik een aardige. Even kijken. Verwerkte bitmap. Ja. Ook hier wordt weer een PNG of een BMP opgeslagen. We hadden net de wet exporteren die SVG bestanden. En dit is dan een PNG of een BMP. Dus het is eigenlijk een andere methode van exporteren met een ander bestandstype, zeg maar. Ja. Veel keuzes, veel dingen die je kunt doen. De volgende optie die is grijs en daar ben ik nog niet achter. Die heet achtergrond vastleggen opslaan. Achtergrond vastleggen, dat zou voor mij zeggen dat rasterwerk daarachter meeneemt. Maar ik heb het geprobeerd op te zoeken op de website van Lightburn, wat die functie doet. Maar ik ben daar nog niet achter gekomen. Maar ik zei al, als ik het niet gebruik, is de kans dat jij het gebruikt waarschijnlijk ook niet zo verschrikkelijk groot. Ja, dus met andere woorden, ik zou dat lekker negeren. Nou, dan kan je een voorkeursmap openen. Voorkeursmap kun je natuurlijk in de instellingen instellen, dat is duidelijk. Maar die voorkeursmap kun je openen. Ik weet niet of ik een voorkeursmap heb ingesteld. Dat moet ik even kijken of ik dat gedaan heb. Nee, want dat heeft echt de map van Lightburn zelf hier. En we zien hier echt, zeg maar, app data, local Lightburn. Dus het is eigenlijk nog zijn eigen map, zeg maar. Maar het is ook niet zo interessant, want uiteindelijk zal die altijd de locatie openen die het laatst geopend hebt, zeg maar. Dus met andere woorden, als ik steeds op dezelfde plek opsla, dan zit die ook steeds in diezelfde map. En nou, dat opent die automatisch al natuurlijk. Nou, dan krijg je de volgende twee. Exporteer de preferences, oftewel de voorkeuren die je hebt gezet. Dus alle instellingen en dergelijke, die kun je opslaan. Zodat mocht je een crash hebben van je PC en je moet het opnieuw installeren, dat je zeg maar later met de functie daaronder die preferenties, die voorkeuren weer kunt importeren. Zodat je Lightburn weer helemaal goed hebt staan. Dat heb ik overigens nog niet gedaan. Is wel verstandig om in deze dagen een keertje te doen. Nou, dan de laatste voor vandaag en dan zit deze video erop, want anders worden de video's te lang. Dat is de functie afsluiten natuurlijk en de functie afsluiten, dat is natuurlijk logisch, daarmee sluit je het programma af. Maar dat kan je natuurlijk net zo makkelijk doen met het kruisje rechtsboven in de hoek. Lieve mensen, dit was de eerste video, les 1 van het gebruik van Lightburn. Morgen gaan we ons bezighouden met bewerken en daar zit ook een heel groot deel in, want er zitten al die voorkeuren in. Dus dat is ook een, of morgen, ik zeg steeds morgen, maar bij de volgende keer. Het kan morgen zijn, maar het kan ook een andere keer zijn, weet ik nog niet. Er zitten ook al die instellingen in. Dat ga ik ook proberen duidelijk te maken, zoveel mogelijk. Ik hoop dat deze eerste video je al een heel klein stukje op weg heeft geholpen. Tot deel 2. Dag.